Ik ben vorig jaar in een klasje geweest met mensen die konden niet lezen en niet schrijven. Dat komt nog steeds voor, ja. Ja. Analfabetisme. En ze zeiden ook van, we schamen ons daarvoor, want we, we zijn nu in dit klasje... En dan om... heb je die boedemaafels, heb je daarvoor. Ik weet niet waar dit meest mensen met een migratieachtergrond? Nee, nee. Gewoon doodgewoon, Ja. En die zeiden inderdaad, we zijn van school gehaald, want we moesten thuis zorgen voor het gezin. En uh, konden daardoor niet ons ontwikkelen. En dan later loop je er tegenaan dat je een brief krijgt van een overheid... Ik kan het niet lezen, je snapt het niet. Nou heb ik ondanks een brief van de Belastingdienst gekregen, die ik althans na eerste lezing begreep, ik er niets van. <laughs> ik heb ook al maar meteen een afspraak gemaakt met mijn belastingman. Ik zei ja, sorry, ik begrijp er niets van. Hoe, hoe, hoe het mogelijk is dat dit soort van, van brieven verstuurd worden, dat daar niet iemand is die zegt, jongens, luister. En ben je, nou, je hoog opgeleid. Ja, precies, ik ben hoog opgeleid. Ik ben eigenlijk veel stommer dan ik lijkt dat zou nog een argument kunnen zijn, maar ja, het, ik vond het, misschien had ik me er drie keer in verdiept gehad, maar ik vond het, bij de eerste doorlezing dacht ik al, Jezus nog aan toe, wie verstuurt nou zoiets idioots, hè, de belastingdienst. Jongen, 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 ja, het ging natuurlijk over die, 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 die hoe heet het, die uitstel van allerlei regelingen, dat je niet gewaarschuwd was, enzovoort. Maar op een zodanige manier gesteld dat je denkt, doen ze het expres. Maar kun je je nu voorstellen dat iemand, want diezelfde brief wordt ook naar iemand gestuurd die niet kan lezen of schrijven. Ja, nou, dat weet ik niet, want je moet wel inkomstenbelasting betalen geloof ik. Ja. ja, maar goed, dat kunnen die mensen dat, toch ook hebben? Nou, dat zou kunnen, ja, dat zou best kunnen. Want er was ook een man die zei op zijn werk moest hij iets ondertekenen en dat stelde hij maar iedere keer uit. Omdat hij wist, ik kan dit niet, ik kan dit wel lezen, maar ik snap er niks van. Dus hij wilde dat mee naar huis nemen, maar zijn werkgever dwong hem om dat daar op kantoor te doen. En toen uiteindelijk kwam dus de arbeider Mouw en zegt, ik kan het eigenlijk niet lezen. En toen is hij dus naar zo'n klasje gegaan. Ja, ik kan het wel lezen, maar nee, begrijp ik niet wat je over gaat. Dat ja. is, eh, ja. of althans, ik vond het, het ongelooflijk verwarrend geformuleerd. Ja. Laat ik het zo zeggen. Dus ik dacht, weer ha, typisch de belastingdienst. Hmm. Heb je af en toe ook wel eens iemand uit die uh, over wat armoede is, erfelijk? Uh, had je het net over dat, die, die springt er dan uit, hè? die doorbreekt dat dan en die wordt dat dan al. Dat kan altijd. Evengoed kan iemand uit, zeker uit de midden middengroepen, naar beneden vallen door omstandigheden. Ja, dat kan ook, ja. En je kunt een vreselijk je kunt een auto-ongeluk krijgen. En in feite, of je kunt low-covid krijgen. Je bent uiteindelijk aangewezen op, op uitkeringen. Mm -hmm. en, je, en onze uitkeringen, die worden belast zoals je weet, wat lang niet in alle landen het geval is. En als je rekent met, met netto-uitkeringen, zijn ze in Nederland niet bijster bij hoog. Nee. Dat zou best wat beter kunnen. En de overheid moet ook blij zijn, toch, met deze samenstelling. Uh, want uh, betekent, relatief veel rijke mensen betekent ook veel overheidsinkomsten waar ze weer dingen mee kunnen doen. Zeker, onze, onze overheid heeft hele fijne inkomsten. Wat ik al zeg, Nederland is een schatrijk land. Hmm. Maar we zouden aan de, aan de verdeling, zeker aan de, aan de absolute onderkant van die verdeling. Die, 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 die 50% aan de bovenkant, ik reken het even ruim. Die, die hebben helemaal, daar gaat het prima mee. Daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. Maar wat daar aan de onderkant zit, daar moeten we ons wel zorgen over maken. Er zit natuurlijk wel een, een praktisch probleem. Dat we in Nederland dus de woningmarkt zo grondig verziekt hebben. door wanbeleid, dat dat, dat, wel een, dat dat voor vrijwel iedereen een probleem bezig is te worden. Ja. Dan zullen de mensen die aan de bovenkant van de samenleving zitten... ja, maar wij hebben weer hele andere problemen. Daar kunnen ze wat mij betreft de pot bij op. <laughs> Ik zat Ongetwijfeld hebben ze keuzeproblemen. Moeten we nou naar dit wintersportplaatsje? Of moeten we nou naar dat wintersportplaatsje? Ligt er wel moeten we een dure thuisauto kopen of een dure andere auto? Ja, dat soort van dilemma's, dat heb je natuurlijk altijd. Ja, je krijgt hoe meer geld je te besteden hebt, hoe meer keuzedilemma's. Ja. Dus ik zou zeggen, hou het simpel, mensen. Ik zat nog eens op het terrasje te wachten op iemand in. Waar was het nou? Volgens mij in de buurt van hilversum Laar of zo. En die gesprekken op dat terras gingen alleen maar. Ze werkten sowieso allemaal vier dagen, had ik de indruk. En het ging er met name over wanneer de volgende vakantie weer gepland stond. Ja. Nou moet ik zeggen, ik wil niet rotten maar... Het viel mij altijd op dat, dat ook in, mijn, in, bij, bij, in, in de omgeving waar ik werkte, de universiteit. Ook enorm veel over vakantie geluld werd. Ja. Nee, ik begrijp daar niets van. Nee, ik ook niet. Ik heb niks met vakantie. Maar dat is dan toch vrij ja, blij. Ik heb nog met vakantie, maar, maar als morgen een vakantieverbod zou worden uitgevaardigd. dan, dan hoor je mij niet piepen. Nee. En ze zeggen altijd waar ze naartoe gaan en wat, wat, ze, wat ze gaan doen dan. Ja, nee, hoe geweldig het thuis is natuurlijk <laughs> en zo. En ja, dat ze bij een mannetje in Frankrijk. een heerlijk, heerlijk. 16 dozen wijn gekocht hebben. En, nou ja, dan dat soort van koekerij. Sowieso het huisje in het buitenland, natuurlijk. En bekend, bekende manier... om je geld over de balk te gooien. Waarbij ik zou zeggen: als ik, ik heb het vaak gezegd. Als ik één advies heb voor mensen die meer geld hebben dan ze eigenlijk verstandig kunnen besteden: koop geen boot. Behalve als u een fanatieke zeiler bent, dan heeft u van mijn toestemming om een boot te kopen. Heeft u een boot die alleen maar bij Durgedam aan de kade ligt, niet waarvan u één keer per 14 dagen met uw kennis op de achterplecht bier gaat zitten drinken, dan is het echt een zonde van de cent, aan dat kleren ding. Hè? Want een boot onderhoud, dat kost veel geld, kan ik u vertellen. Koop geen huis in Frankrijk. U kunt in Frankrijk alles huren. U kunt zelfs het Louvre huren, heb ik gelezen, voor hele schappelijke prijzen. Weliswaar kort, gedurende een korte tijd, maar het kan. U kunt kastelen huren. U kunt boerderijtjes huren. U kunt kippenhokken huren. U kunt werkelijk alles huren. Van, maar koop niet zelf een huis in Frankrijk. U zult zien, het ligt notarieel lastig. Het kan bij erfenissen aller mogelijke hele wonderlijke praktische problemen geven. De Franse erfwetgeving zit anders in elkaar dan de onze. Doe het niet. En dan heb ik nog een laatste ongelooflijk lollige tip. Niet waar, niet elke tien jaar een nieuwe keukeninrichting. Nergens goed voor als u een vierpits gasstel hebt met een oventje. Dat is dan ruim voldoende. U wordt er wel volgens mij in Nederland ook uh, paal en perk gesteld aan het hebben van, een, van vastgoed. Hè, wat ze dan willen laten renderen. Dat is op zich wel goed ook voor de woningmarkt. Ja, dan is dat vrij lastig natuurlijk. Want dan moet je toch het bezitsrecht... Moet je gaan inperken, dat, dat ligt denk ik toch gevoelig. Ja, in box 3 gaat de belasting mogen, waardoor het minder uh, aantrekkelijk wordt voor. Box mij. 3. Maar kijk, daar, daar tref je mij nu al. Als je mij vraagt wat zit er in box 3? Ja, vermogen. Ik heb geen idee. Ik zou zeggen iets anders dan in box 2. Maar, ah, maar <laughs> ja. verder, veel verder kom ik er niet volgens mee. Volgens mij is box 2 beleggingen. En box 3 is, is uh, vermogen. Dus be, bezit, spaargeld, dat soort oh, dingen. Oké, okay. interessant. Ja, je ziet, ik heb, het. Ik heb lang, lang geleden, de jaren 70, twee keer mijn eigen. Belastingformulier ingevuld. Maar omdat mijn vrouw natuurlijk ook werkte en goed verdiende, vond ik dat al heel snel vond ik het zo ingewikkeld dat ik ja. dacht: ik ga hiermee ophouden. Kun je beter iemand laten doen? Ja, toch? natuurlijk kan je dat veel beter ja. iemand laten doen. Ik kan nog Met als gevolg dat ik geen idee heb, kan, is dat ook box 4, of niet? Nee, volgens mij niet. Oh, Mensen denk ik, niet. ik weet het niet. Is dat niet een leuk creatief ideetje, een box vier erbij te maken? Ja, maar het is nog meer werk. Vol met brieven die je niet begrijpt. Ja, het is nog meer werk bij de belastingdienst. Ik denk dat die systemen dat niet aan kunnen. Nee, dat is ook zo. Vast. Er loopt alles dat helemaal is, vast. Dat ze. Alle hele nuttige wetgeving hebben niet kunnen effectueren. omdat de computer dat niet aan kan. Het was toch ook met dat, de BTW op groente? Die moest toch aangepast ja, worden? Ja, dat zo. kon allemaal niet. <laughs> nee. Maar ook met de loonbelasting. allerlei praktische problemen. dat je denkt. Nou ja, maar ik heb begrepen dat je nu al moeite hebt. op veel plekken in Nederland. om een elektrisch fornuis aan te sluiten. Dat dat eigenlijk al niet kan. Of, of zo'n zo dingetje wat we hier in de straat ook hebben. waar je elektrische auto's. En mee kunt, kunt opladen, omdat het elektriciteitsnet is volledig nee. overbelast is. Nee. Dat je ook denkt, hoe, hoe kan dit nou gebeuren? Er moet toch iemand ergens in een kantoor zitten die gezegd heeft, tien jaar geleden, jongens, als dat zo doorgaat met het elektriciteitsverbruik, en het is wel zaak dat er geïnvesteerd wordt. Mm. Maar ja, daar zijn we nu dus veel te laat mee. Ik had nog één vraag. Dat je... is wanbestuur, sorry dat ik het moet zeggen, maar dat is nou wanbestuur. <laughs> ja. Ja, dat geldt. De minister mag zich dit aantrekken. En ook de minister-president. Dit is puur wanbestuur. In zo'n rijk land, nietwaar? Is dit. Kijk, als je geen centen makken hebt, dan begrijp ik het allemaal wel. Moet u ergens een lening aanvragen. Maar wij hebben centen zat. En dan heb je er dus niets aan gedaan. Je hebt volstrekt niet gepreludeerd. op datgene wat zou kunnen gebeuren. Dat is. Het ware bestuur is dat je. ...preludeert op mogelijke ontwikkelingen. Dat rapport hè, van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau... Uh, ...wordt dat ook vergeleken met hoe het in het buitenland gaat? Want ik kun je een beetje kijken hoe we het in West-Europa doen. In dit rapport volgens mij niet. Okay. Maar ze hebben in de loop der tijden... ...een aantal hele interessante rapporten gemaakt... ...waarbij uh, de Nederlandse gegevens structureel... ...vergeleken worden met uh, het buitenland. Ik heb ooit zelf voor een lang stuk... Ik denk dat dat een rapport van rond het jaar 2000 is. En ja, wat dat. Er meteen verschrikkelijke muziek uit die, die machine komt, dat is toch wat. Um, ja, we hebben hier het park om de hoek. Maar daar staat altijd een groep van op zichzelf ongetwijfeld door en door sympathieke outsiders. die er vanaf 12 uur bier drinken. Maar die hebben allemaal van die draagbare muziekinstallaties bij zich. Oh. Jongen, jongen, die je hele genoegen in het park verpesten. Omdat ze natuurlijk, ja, ze, ze, ze dragen over honderden meter zulke dingen. Het moutbierfestival is wel verboden door de recht. Ja, Daar dat, dat wel. Het vier, vier, da, vier dagen durende moutbierfestival. Jongen, jongen, dat hebben we aan de gemeente te danken. Hè? Die, het Willemina Park, wat een relatief klein en kwetsbaar park is, nietwaar? Wens te gebruiken als festivallocatie. Dat is tot daar en toe, maar pas het dan aan aan de omstandigheden en de mogelijkheden. Ja. Ik was laatst in een NAR, dat ligt in het noorden van uh, Utrecht, op een industrieterrein bij de Douwe Egbertsfabriek in de buurt. Waar je toen ook een tijdje hebt gezeten, weet je nog? Daar was ook een festivalterreintje ingericht en ik dacht, dit is eigenlijk best wel slim, want je valt hier geen omwonenden lastig. Het ligt ver weg uit de stad hm. en daar komt iedereen op de fiets naartoe. Ja, lekker boel, ik juich het van harte toe, maar dan moet de gemeente dus dat beter organiseren. Als je natuurlijk zo'n park ziet, als je dat aanwijst voor een, voor een, als festivallocatie, en het blijkt mogelijk om een vier dagen durend festival voor bier te organiseren, ja, dan is het toch iets fout, dan is het toch iets mis. Ja. En je, 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 je parken zijn ontzettend belangrijk, als, vooral als recreatieve mogelijkheden, mogelijkheden bieden en delen van de stad. Een stad zonder parken dat is opeloos. Mm.